Tineke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat hier gebeuren vanmorgen of vandaag? Henk, wij hebben hier vandaag de Kleindierenshow, de tentoonstelling van de Kleindierenshow in Noordwolde. En we hebben hier, dit jaar hebben we 237 konijnen, kippen en duiven. En dat is behoorlijk meer dan vorig jaar. We hebben 30 dieren meer dan vorig jaar. En we kunnen een kijkje rondnemen. Ja. De bloemstukken kun je zien hier. Ad van Gestel heeft allemaal mooie bloemstukken voor ons gemaakt. Mooie aankleding, dat hoort er ook een beetje bij. En dan kunnen we nu even de dieren gaan kijken. De Franse hanghoren. Ik heb overal heb ik kaarten bijgehangen voor de rasbeschrijvingen. Dan kunnen de toeschouwers ook zien wat er allemaal, ja, hoe een dier moet zijn. Hier worden de... Dit zijn de blauwe, dit zijn de winners, blauwe winners. Je hebt witte winners, blauwe winners. De meester voor de konijnen, dat is Bert Appelo. Die keurt de reksen, ook specialist in reksen keuren. Hij heeft zelf ook veel reksen. Je hebt er nog maar 55 jaar. Oké, 55 jaar dus, hè, Bert zal. En 18 jaar. Dit is, hij beoordeelt ze. Diana schrijft de kaartjes, de beoordelingskaartjes. Daar krijg je punten op. Dichtheid zet geen hand. Ze moeten voldoen aan de rasbeschrijving. Ze moeten gewogen worden. Ze mogen niet te zwaar zijn. En dan krijgen ze een onvoldoende. F-dichtheid, ZGV. Ze komt best nog wel trek. Ze mogen ook geen witte haartjes in de vacht hebben. Want dat ook. Oortjes moeten lengte zijn. We kunnen er achterlangs door. We kunnen er zo hier overhouden door. Dit ben je op terug dat meteen blijven. Die vult in wat de keurmeester zegt. Hoe de kop is, hoe de bouw is, hoe de pels is, hoe de oorlengte is, hoe het gewicht is, hoe de algehele conditie is. En dat vult zij in op een beoordelingskaartje. En dan komt er op het laatste een totaalbeoordeling. En daar worden ze straks weer bekeken wie de hoogste punten heeft. En dat wordt dan de kampioen van de dag. En denk. Vrouwen. Ja. Nee. En wat voor reden doet u dat, meneer? Om die grond de tussenkleur te kunnen beoordelen. Oh, die manier. Die moet diep blauw zijn in die tussenkleur. Die moet oranje zijn. En die moet ook vooral niet te breed zijn. Dus die verhouding is ook heel belangrijk. Dit is Koos, dit is de aandrager noemen we dat. En die brengt de konijnen naar de keurmeester. Die zorgt dat de konijnen iedere keer bij de keurmeester zijn. Die brengt ze terug naar de hokker. Dus ook best wel een belangrijke functie vandaag. He? Dus al die dieren die staan of zitten, die worden allemaal gekeurd? Ja, ja. En de konijnen worden allemaal naar de keurmeester toegebracht op de tafel. De kippen gaat de keurmeester bij langs. Daar gaat hij met de tafel, schuift hij gewoon om. De duiven worden ook bij de tafel gewoon gekeurd. Alleen de konijnen is naar de keurmeester toe brengen. Dit zijn de blauwe van Beveren. Het is een vrij zeldzaam ras is dat. Daar ben ik niet veel meer van in Nederland. Het is best wel een uniek konijn dit. Om wat voor reden zijn er dan niet veel meer in Nederland? Ja, er zijn geen fokkers en het is moeilijk op een gegeven moment als jij een konijn hebt om geen inteelt meer te krijgen. Want je krijgt een nieuwe aanwas van nieuwe rammen, nieuwe voedsters. Dat is heel moeilijk om dat te krijgen. Dus dan moet je, dan kom je gewoon met inteelt te zitten in het konijnenras, in dit ras. En sterft er dan uit op een gegeven moment? Op een gegeven moment sterft het uit. Als deze fokkers ermee op zou houden, want ik ben echt wel fanatieke fokkers nog in met dit ras, dan sterven ze op een gegeven moment gewoon uit. Engelweg en daar zijn de aardgehangen nog niet helemaal compleet. Ik zorg ervoor dat ze heel goed zijn. En verder, dat is het aard en beestje daar allemaal. Dus ik ben niet zo bekend in daarmee. Ik haal ze ook wel eens uit België weg. Nee, daar zit ze ook nog wel, maar dan haal ik de blauwe Sint-Nicolaas. Dus, en nou om de vak een klein beetje door te doen. Maar je kunt het niet tegengaan dat ze straks uitsterven, dat lukt niet. Nee. Daar gaan we ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Toch wel? Ja. Ja? Ja. Zo gaan we door. Hè? Succes ermee. Ik moet nou daarheen, maar. Nummer in het oor, hè? Dat hoor ik hem zeggen, 301. Ja. 301 staat dat hij in maart geboren is.
Dan staat die 3 voor van de derde maand. De eerste konijn bij die vereniging in die maand. Hier staat 9 OE. Die 9 staat voor 2019. OE, dat is de verenigingsletters van Emmeloord en omstreken. We zijn van maart dit jaar. Heel goed, we gaan door naar de volgende ronde. In het andere oor hebben ze het nummer van de vereniging staan. En ja, het jaarnummer. Ja, dat heb ik net gezien. Wij hebben als verenigingsnummer hebben wij NW van Noordwolde. Als een konijn in 2019 geboren is, staat er NW en daarvoor staat er 9 van 2019. Het is zo als je een prachtige kleur hebt, ja. Dan moet je aan de kleur gaan met hart. Enorm mooi, een hele, hele smalle bouw. Ja, zo ja, maar dit is best een stevig konijn wel hoor. Maar dit ja. Is heel mooi. Ja, en deze moeten de banden ook goed van zijn, Henk. Hè? Die kleur wit, die streep, dat moet recht zijn, liefst recht. Er mag een afwijking van 2 centimeter in zitten. Dat hij iets breder of iets smaller wordt. De kop moet ook, de kopplaten moeten ook zo precies gelijk zijn. Bij de pootjes moet hij ook gelijk zijn. Bij de achterpootjes heeft hij een soort sokjes. Zie, en die moeten ook rondom gelijk zijn. Is dit de goede? Ja, ja. Zie, de kopplaten weer mooi gelijk. Soms heb je wel eens dat de kopplaat de ene loopt hier helemaal tot langs en hier zit het dicht, maar dat mag niet. Grammen, noem je dit? Hier zitten kleine zwarte puntjes aan het puntje van de haren. Ze hebben een beetje zwarte gloed erover. Maar het mag ook weer niet te zwart zijn, maar dat is ook weer niet goed. Mooi, even achter hier langs. Wat over het haar hier zit, dat kun je zien hier op een foto, hè? Het zijn ook allemaal repsen. Je hebt de castor, dit is de marter. Kleur, noem je dit? Dat is, zie je, dat is een beetje, dat neusje is een beetje donkerder en de oren zijn wat donkerder. Dat is een blauwe reps die hiernaast zit. Dit is de blauwe kleur. En je hebt ze ook nog in het zwart en je hebt ze in het wit. Er zijn heel veel kleuren onder de reps. Ik weet niet precies hoeveel, dat durf ik je niet te zeggen. Maar papillons. En dit is de driekleur blauw. Zie, dat zijn de stipjes die er allemaal in zitten. Je ziet drie kleuren. Je ziet een beetje blauwig en je ziet bruin erin nog wel. En dat komt heel precies met die stipjes die ze op zijn en de aalstreep die ze op de rug hebben. Dat komt allemaal heel precies bij de keurmeesters. Je hebt ze ook in het papillon ook in, gewoon in het zwart. Dan hebben ze zeg maar die meerdere kleuren er niet in zitten. Dit is de papillon zwart. Zie, dat heb je alleen die zwarte kleur erin. Nou, hij kruipt weg. Hij vindt het een beetje te druk hier. Hij vindt het hier een beetje te druk, denk ik. Ja, dit is de keurmeester die keurt de overige rassen. De keurmeester die we net hadden keurt alleen de reksen. Deze keurt alle andere rassen hier. En deze heb ik nou een papillon op tafel. Dit is de heer Skra. Konijnenkeurmeester, een A-keurmeester. Dat is ook belangrijk voor ons. Die mag alle rassen keuren. De vorige keurmeester is ook een A-keurmeester, mag ook alle rassen keuren. Hier zit Kees de Nekker bij te schrijven. Net als bij de vorige heb je hier ook een schrijver bij. Die alles wat de heer Schraa zegt, noteert de Nekker weer. Om zo tot een eindbeoordeling te komen. En hoe kom je tot een A-keurmeester? Volgens mij, wat ik, zoals ik het weet, maar dan moet Roel mij even mee helpen. Een A-keurmeester, je begint bij C, dan mag je bepaalde rassen keuren. Doe je een examen, dan krijg je iedere keer meer erbij. Moet je iedere keer examens voor doen. En het kan wel wezen dat het wel 10 jaar duurt voordat jij een A-keurmeester bent. Zoveel moet je keuren. En wie keurt dan zo'n examen? Een A-keurmeester mag om alle rassen te keuren. En wie keurt dan zo'n Wat voor keurmeester keurt u dan weer? We hebben een examencommissie. En een examencommissie die laat de kandidaat op een grote show bij zich komen. En dan beoordeelt hij aan de hand van het
het resultaat wat de kandidaten dus neerzetten met de keuring. Of ze waardig zijn om dat rest te keuren. Of de bevoegdheid krijgen. En daarboven staat de standaardcommissie en die bepaalt hoe de rassen eruit moeten zien. Op die manier? Ja. Dit is de Kleinrex. Die is nog niet officieel erkend in Nederland. Alleen deze hier achter jou, die is nu sinds 2019 bij de Noordshow. Kan alleen de erkenning plaatsvinden. Dat is een hele grote show die straks in januari plaats gaat vinden. En daar is deze van het voorjaar officieel erkend. Wie herkent dat dan? Daar is ook weer een commissie voor die dat allemaal erkent. Want ze moeten aan bepaalde kenmerken voldoen. Deze zit net tussen de grote reksen en de dwergreksen in. Dit noem je de kleinreks. Nou, dit is ook een reks. Dit is de dwergreks. En dit is de dalmatiner, noem je dit. En deze reksen die zitten hier omdat dit de C-klasse is. En de C-klasse is na april geboren. Die mogen nog niet, die hoeven niet nog aan een bepaald gewicht te voldoen. Die mogen nog iets lichter zijn. Maar zwaarder mogen ze zeker niet zijn. Dus dat is allemaal C-klasse dieren zijn dit. De papillons. Maar dit is ook de C-klasse papillons. Zie, dit ben de zwarte weer. Hè? En hier zit nog weer een driekleurig blauwe. Hier zie je weer andere stukjes op. Je hebt weer meer kleuren als deze. Deze is puur zwart en hier zit wat blauwe gloed overheen. Nou, en deze wil ook niet zien, die kruipt weg. En deze die kruipt weg. Die wil niet op de camera, denk ik. Dit zijn mijn eigen. Dit is de dwergreks. Dit is de castorkleur, noem je dit, die bruine. Dit zijn drie bijzondere konijntjes voor mij, want ik heb deze met de fles grootgebracht. Die heb ik met het spuitje grootgebracht. 3 maanden heb ik ze met een flesje gevoerd. Ze zijn vrij moeilijk te krijgen, dus ik denk ik ga dat proberen. De moeder is met 2 dagen dood gegaan toen ze geboren waren. Ik denk ik ga dat gewoon proberen. Ik heb speciale melk besteld voor de konijnen. Want een veearts zegt ze kunnen kattenmelk krijgen. En iedereen zegt, maar ik heb bij een konijnenopvang heb ik en die halen melk uit Amerika. En daar heb ik ze met groot gebracht. Dus daarom zijn deze voor mij heel bijzonder. Ja, ze hebben mij ook wel heel veel gekost eigenlijk. Maar is nog, ik kan heel moeilijk aanvocht krijgen voor deze. En ik had 2 voedsters uit Duitsland weggehaald. Maar die waren ontzettend kwaad. Want dit zijn nog wel een beetje pittige konijntjes. Ja? Ja, een pittig ja. Is het een beetje van een wild afkomst? Ja, dat weet ik niet. Maar het is gewoon omdat ze klein en kleinere zijn vaak toch wat pittiger als de grotere. Ja. Dit is de reksdwerg. Oei, ja. Okay. Dat is hetzelfde als die. Ja, ja, daar zie je ook reksen, maar dat zijn de grote. Ja, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dit zijn de reksdwergen. Maar deze kleur ook nog. Dat is moeilijk aan te komen eigenlijk een beetje aan deze kleur. Nou, dit is Fred van der Zanden. Dat is een van onze grootste reksenfokkers in de vereniging. Fred, noem jij maar even op welke kleur je hebt. Zwarte reksen, marter reksen. En blauwe reksen. Wat een reksen? Allemaal reksen. Ik heb er ongeveer 46 nu. Dus dat is eigenlijk genoeg. Want ja, je moet ze ook schoonmaken. Hè? En voeren? Dus, en voeren, wekendaags. Dus werk genoeg. En Fred heeft vorig jaar een zwarte ram heeft hij gekocht. En daar scoort hij eigenlijk dit jaar op de tentoonstelling super goed mee met de navel. Dat moet wel even vermeld worden, maar daar heb ik een U's. Ja, en dat is heel ben ik best terug van de show geworden. 3 weken terug ongeveer. Dus daar heb ik 98 punten. Dus heel hoog. Alsjeblieft, dat is heel hoog. Ja, dat is heel hoog. Nou, succes verder hè, met fokken. Ja. Alles geregeld worden zo'n dag, dus dat zie je wel. Ik was er iedere keer bij weggeroepen. Hier hebben we dan de kippenkeurmeester. Dit is de heer Swama. Dat is ook een A-keurmeester. Dat zijn de kippen. En daar zit Renske bij te schrijven. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als bij de konijnen. De heer Swama die zegt wat over de kop, de kam, de kleur, de oogkleur, de kamtanden is ook heel belangrijk. Maar heel moet beter afgerond. De
lellen zijn ook heel belangrijk, dat dat mooi gelijk is. De oor- en oogkleur en pootkleur is heel belangrijk. Toch? Ja. Zet geen kop. Is rood aan oren. En dan, dit is toevallig een witte kip, maar als je met kleurtekeningen hebt, dan is dat ook heel belangrijk hoe die kleurtekening aftekening is. De implant van de staart is ook heel belangrijk. Dat de staartimplant mooi is, dat de veren mooi in cirkelvorm erop zitten. Dat gaat allemaal telt mee. Is dit nu een goede kip? Scoort die hoge ogen? Nee, dit is de beste niet. De beste zit daar. En die heeft een U. Oh, dat is heel hoog. Dat is net als bij de konijnen. Dat komt bijna nooit voor. Dat is een Australorp, is dat? Gaan we straks kijken. Ja. Dit is de Hollandse kuifhoen. Nou, je kunt wel zien, de naam zegt het al. Het is een kip met een kuifje. Deze zijn allemaal van Kees de Nekke. Die vocht hem, ja, eigenlijk al jaren vocht hij deze kippen. Dat is best wel veel werk, want je moet al die kuifjes wassen en doen. En het mooi knippen, dat ze, ja, dat zo mooi wordt allemaal en lijkt. Het lijkt nog wel een eigenwijze kip ook, of niet? Ja, ze lijken op eigenwijs, denk ik, hoor, door die kuifjes zo, hè. Weet je, van die dametjes binnen het eigenlijk. Het zijn eigenlijk hanen, maar het lijken wel van die eigenwijze dametjes. Die laat het mooi zien. Dat is de haan dan. En die ernaast zit, dat is een hennetje. Dat is een vrouwtjeskip dan, zeg maar, hè? Die ben ook stuk kleiner. Maar die zijn veel kleiner. Maar dat lijkt ook wel een beetje van die eigenwijze trutten. Maar dat komt gewoon, denk ik, omdat ze die kuifjes zo mooi hebben. Ik ben net dames die permanent in hebben of zo, hè? Die net naar de kapper zijn geweest. Dit is dan de Friese kriel. En hier komt de pelling, is heel belangrijk. De pelling, dat zijn al die kleine streepjes die daarop zitten. Op de... Ja. Dit is de pelling, zie dat, kun je zien. Hier zit een pelling op de veertjes. Het is net zo een beetje zo'n tarwe, zo'n aar, van een tarweaar. Dat is heel belangrijk bij deze kippen, dat er mooi op zit. Zie je, en dan kijk je hier ook. Deze is een beetje bleek om mijn kop, zoals ik het kan zien, hè. Ze moeten eigenlijk iets mooier, rooiere kam hebben. Die haan heeft een mooie, rooiere kam. Dat lijkt iets mooier, dat tekent iets mooier op het gezichtje. Noem je dat van een kip, een gezichtje. En de pootkleur moet leiblauw zijn. Zie, deze heeft ietsjes witte puntjes aan de teentjes, dat roze. Dat mag, eigenlijk mag dat niet, dat moet niet meer zijn. Want dan krijgt hij echt een opmerking erover. Dus die is niet helemaal goed gefokt? Nee, maar dat is heel moeilijk. Zie je, de kippen hebben ook allemaal een ring om, hè? En daar zit een nummer op. Daar zijn ze aan te herkennen. Dat moet ook voor het endbewijs van kippen moeten geënt worden. En dat moet op het endbewijs staan. Het nummer, ze worden twee keer geënt. Eén keer met een spray-enting en een keer met een drinkwater-enting. En dit zijn dan ook Friese krielen. Dit is net wat jullie net ook zagen. Maar dit is dan weer een andere kleur. Dit is de roodbonte. En dan hebben we hier even verderop. Zo heb je heel veel verschillende kleuren. Want aan de andere kant, dat zijn grote Friese hoenders. Maar dat is de zilverpel. En dit is de roodpel, noem je dat. Die heeft weer die tarwekorreltjes erin, dat zwarte. Dat is hetzelfde als wat ik je net liet zien met die andere. Dat kun je iets duidelijker zien. Deze kleur is wat donkerder. En dit zijn de roodbonten. Dat is ook van de Friese kleur. Dan heb je een heel veel kleurslagen. Hoeveel precies weet ik niet. Maar er zijn heel veel. Ja. Dit is een Australorp, die is van Jaap van Spijker, die is van onze vereniging en die heeft een U gekregen. Dat is bijzonder hoog. En die heeft geen ja. En hier kun je op het beoordelingskaartje zien. En deze kip heeft een U, dat kun je hier onderaan zien, op het kaartje.
En dat is een heel hoog predicaat. Je kunt ook zien bovenaan het kaartje, deze heeft allemaal effen van fraai. Overal schoort hij fraai. Dus het is best wel heel bijzonder. Een hoger als u kan niet. Nee, hij kan nog 98. Je hebt ook nog wel die krijgen 98. Maar dit is al hoog en u is helemaal hoog. Dit is een geweldig soort. Ja, dit wordt denk ik op de kampioen. Nou, dit is de heer Van der Siepkamp. En zijn mevrouw, die schrijft altijd. De heer Siepkamp heeft een vaste schrijfster. Dat is zijn vrouw, neemt hij altijd mee. Die keurt alle duiven. Er is ook een A-keurmeester in de duiven, wat ik je net ook al uitgelegd heb. En de heer Siepkamp, die zegt het ook weer hetzelfde. En zijn mevrouw, die zet de beoordeling op het kaartje. Ja. Meneer is een vaste schrijfster, of niet? Begreep ik het? Ja, 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 ik ga altijd mee. Op jaren stond ik altijd... Ja. Ik denk dat hij nou naar de oogkleur kijkt, als ik het zo een beetje, of niet? Ogen, kopleiding. Zijn de ogen goed? Ogen zijn goed. Parelkleurig. Van duiven, maar dit zijn de kroppers. Die blazen zeg maar zo'n soort ballon op. Dus de eigenaren wilden ook graag dat ze wat later gekeurd werden, want als het heel koud is, dan willen ze niet zo showen. Dit is eigenlijk gewoon een show. Ze maken zich mooi voor de camera. Dat kun je zien. Hè? Wat een krop, joh. Maar die hebben ze niet altijd. Nee, daar niet. Nee, ze blazen zich niet altijd op. Noem je dat zo bij kroppers blazen? Ja. Maar je zet een dochter om de ogen. 176. Dat is de... Wat doet u nu, meneer? Hoe je blaast zo nu de krop op? Dat doet hij zelf. Ja. Hij reageert alleen op. Ja, maar ze reageren wel. Ja, ze reageren op het aanroepen. Als ik in de buurt zit, dan moet dat ook maar vast. Nou, je hebt het net gezien. De eigenaren die trainen ze zo eigenlijk als een beetje als vader. Net als dat je een hond leert blaffen of leert zitten, moeten deze zichzelf opblazen en dan gaan de... Eigenaren gaan zoals de keurmeester net deed voor de kooien zitten en dat geluid maken. En dan gaan die bollen steeds dikker worden. Dus dat, ja. Geweldig. Een apart vak, toch? Dit zijn de Indiase pauwstaten. Heb ik hier ook een afbeelding van gemaakt, even een rasbeschrijving. Het zijn hele mooie, sierlijke. Die staten gaan helemaal zo... Kunnen ze nog hoger? Ze kunnen ze echt hier zoals dit zo dat hoog heen. Deze hebben veertjes aan de poten. Soms zie je ze niet zomaar. Wat voor ras staat hier nu? Dat is een valkenet. En die komt uit India. En dat is, ja, het heeft die dopjes om zijn ogen en een beetje vratjes op een neus. Zo lijkt het net, hè, op het snaveltje. Die hebben we niet zoveel in de vereniging. Dit zijn de enige twee, denk ik. Ik denk ook dat, volgens mij zijn ze van de heer Maatjes. En ik denk dat hij ze ook nog niet zo lang heeft, want ik ken ze eigenlijk niet. Ik heb ze nog niet eerder gezien op onze show. Maar ik vind ze wel heel mooi om te zien. Heel apart. Dus net hebben ze rosetjes om mijn ogen, hè? Ja. Wat voor ras zit hier nu dan? Dit is de Co-Chiamo, is dit. Ik zal even voor je kijken of ik hem ga pakken. Dit is een bijzonder ras. Van dit ras is het enige ras, die heeft een spleetvleugel, noem je dit. Dit mag officieel, het is nou wel erkend. Maar als het beest in een kooi zit, mag je niet zien die opening niet in die vleugel.
Want dan krijgt hij een O. Hij heeft ook een soort ritsluiting op de borst. Zie je dat? Daar is hij wat kaal. Dat hoort zo. Dat is een raskenmerk. Zo hoort het ook te zijn. Eigenlijk moet het een beetje rood-roze zijn. En heb je normaal, de hanen hebben op de vleugeltjes hier ook een beetje rood puntje. Je kunt het bij de hennen niet zo goed zien. Maar de hanen hebben dat wel. Het is eigenlijk een vechtkriel. En wie fokt deze? En mijn man fokt deze. En wie, hoe heet uw man? Mijn man heet Ruteram. Ik ben hiermee begonnen en hij heeft het overgenomen omdat ik een beetje allergisch ben voor kippen. Ik ben eigenlijk allergisch voor dieren, maar ik ga gewoon ermee door. Maar kippen was een beetje te veel van de allergie. Ja. Maar de hanen kun je niet goed bij elkaar, want het naam zegt het al, het zijn vechtkrielen. Dus die vechten heel gauw met elkaar. En dan pikken ze echt elkaar de kop en helemaal tot bloedens toe kapot. Hè? Die ritsluiting kun je bij die hanen iets beter zien. Het is wat rooier, omdat die hanen gaan een beetje pronken naar elkaar. Net als, die proberen zeg maar, echt haantjes gedrag, mannetjes gedrag hebben die naar elkaar toe. Die ook, daar hebben wij een schutje tussen gedaan. Want die hanen begonnen op elkaar te pikken. Dan maken ze gewoon de koppen helemaal kapot. Zie je, je kunt daar de ritsluitingen. Met die hanen kun je veel mooier zien als bij de hennen. Dat rooien in de borst. Zie, bij die heb je dat ook. En die spleetvleugel die mag, maar je mag hem niet zo zien in de kooi. Als de keurmeester voor de kooi staat, mag je niet die spleet in de vleugels, die mag niet open zijn. En dan krijgt hij een oog. Nou, dit is onze catering. Dit zijn de... Dit is Abelien. En dit is... Vrouw zeg ik dan altijd. Maar... Aukje is dat. En die helpen mij met de catering. We gaan nu even een stukje kaas, een stukje worst voor de keurmeesters. Want die lust ook wel wat lekkers even ondertussen. Kop koffie hebben ze vanmorgen gehad. En zo pas hebben de dames nog een kop koffie voor ze gebracht. En straks gaan we ettensoep eten met de hele koppel. We hebben best wel veel voor de lunch. We hebben 30 personen voor de lunch. Dan hebben we ettensoep. En de ertessoep van Jaap, kokkie Jaap, die op de ritten doet van de paarden. En wij helpen Jaap en de gehaktballen hebben we ook. Die komen ook allemaal van Jaap. Wij helpen Jaap altijd met de paardenritten, Ruud en ik. En daar staat weer een wederdienst tegenover dat hij weer net voor ons kookt voor de kleindierendag. Dus zo proberen we elkaar een beetje te helpen en de vereniging een beetje allemaal in stand te houden. Geweldig allemaal. En we zijn hier in de hal van de firma De Nekker. En we zijn heel blij dat we dat als kleindierenvereniging mogen gebruiken. De kantine en de hal op zich. Want ik bedoel, er zijn heel veel verenigingen. Je moet een dure sporthal huren voor 5, 6, 7, soms 800 euro. Nou, dan kunnen wij echt geen tentoonstelling meer houden. Dan is het voor ons einde verhaal. En deze hal, die mogen we zo gebruiken. Dus daar zijn we eigenlijk als kleindierenvereniging wel heel blij mee. Nou Tineke, succes vandaag verder. Is goed. En dankjewel voor je interview.